Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij Pro Evolution Soccer 2016. We zijn weer in My Club beland, we zijn er weer beland en we gaan ons team showen. Want we hebben natuurlijk al die pack openings gedaan deze maandag op deze tijd. Gaan we dus eens kijken welke spelers ik heb gehouden en welke spelers er weg zijn gegaan. Gewoon kijken wat mijn team is. Ik heb 120 spelers in mijn club. En we beginnen met een level 38 Lionel Messi van 97 overal. Hoe hoger level, je kan hem tot level 50 levelen, hoe beter de overall is. En je ziet het, het is echt een masterpiece. Ik heb een volledige level 50 Ibrahimovic, want Ibrahimovic heb ik al sinds het begin van dit seizoen. Dus die heb ik al heel veel gebruikt. En zoals je ziet, dan heb je die 99 body balance, 99 kicking power en wat een ball control. Unbelievable. Level 48 Arjen Robben. Level 48, hell yeah. 99 speed, 99 explosive power. Dan gaan we naar Neymar. Level 47 hebben we sinds het begin. Level 35 Baggio. Want die legends die hebben natuurlijk sinds kort pas. Dan hebben we een Cristiano Ronaldo, die hebben we ook pas sinds kort. Level 36. Sergio Ramos is al level 45. Yaya Touré level 45. Een Manuel Neuer level 49. Een Alaba level 46 met 93 overal. Een Aguero level 36. 92 overal. Lekker snel spelertje. Schweinsteiger level 40. 91 overal. Modric 41 level. Hoppakee. 91 overal. Suarez nog maar level 33. 91 overal. Gareth Bale is al level 35. 91 overal. Boateng, Müller, we gaan er wat sneller doorheen. Oliver Kahn, we hebben Roberto Carlos level 40. Ja, ja, 99 kick power, 96 speed, 97 swerve. Oh yeah, the curl is real. We hebben Kompany, 41 overal, 90 overal. 41 overal, 90 overal, level 41. You get what I mean. Level 35, Oliver Kahn. Oliver, Philip Lahm, hoor mij dan. Sanchez. Hazard hebben we natuurlijk nu ook. Lewandowski, Thiago, Varane, Buffon, Iniesta, Benzema, Ribéry, Vidal, Kroos, Rodriguez, Pogba, Cech, Alonso en ga zo maar door. Nu mag je gewoon even in het lijstje kijken. We hebben Luis Figo natuurlijk, Sterling. Want ik wil jullie natuurlijk mijn formaties laten zien. Mijn formaties waar ik mee speel. We hebben hier dan wat minder spelers. Zaza vind ik dan wel een leuke, want die heb ik al sinds heel lang. En als je ook ziet... Daar heb ik... Oh, die heeft 18 appearances gemaakt. 45 doelpunten. 18 wedstrijden, 45 doelpunten. Ja, op een of andere manier speel ik daar heel goed mee. Maar, wat zijn mijn formaties? Dat zullen we nu even gaan bekijken. We gaan hier naar formaties. En dan zien wij dat wij een aantal squads hebben. We hebben squad A, B, C en D. In geen enkele van die squads zitten dubbele spelers. Wat zorgt daarvoor? Dat zorgt ervoor dat als de ene squad vermoeid is, dat ik de andere squad kan gebruiken. En dan hoef je niet bepaalde dingen te applyen en zo, of extra punten weer kwijt te raken. Dit is squad A. En squad A is gewoon alle topspelers. Twee aanvallende middenvelders met Robben en Messi. Dan hebben we Neymar voorin, Ronaldo en Ibrahimovic. Gewoon de beste van het beste van mijn team. Danilo, Ramos en Boateng is mijn beste centrale duo. Hebben we Alaba en Manuel Neuer. En in dat in een mooie 4-3-3 opstelling. En het is... Die P. Massi als manager is dan volgens mij... Diegene die nu Bayern München manager wordt. Ik kom even niet op zijn naam. We hebben nog wel wat spelers hier in de wissel. Baggio natuurlijk, want die wil je bij je topteam hebben. Maar ik heb wat 60 overal simpelweg, omdat ik anders niet bij de 640 kosten komt. Of dan ga je er overheen en dan is je team niks meer waard. Dus who cares about this? Abate is altijd een heerlijk rechtsbackje. Lekker snel. En dan hebben we Thiago. En dan hebben we Costa. Douglas Costa. En Baggio in de wissel. Dan gaan we kijken wat er gebeurt als deze nou heel erg vermoeid zijn. Dan gaan we naar squad B. En squad B is ook een groot team hoor. Want daar hebben we Aguero voorin. Sergio Aguero. Dan hebben we Eden Hazard. En dan hebben we Gareth Bale. Wat een geweldig duo of trio eigenlijk daar. En dit is helemaal leuk. We hebben Luis Figo en Frank Ribéry. Hebben we als AMF. Dat is misschien in dit spel wel de beste balcontrole die hun hebben met z'n tweeën zo bij elkaar. Dan hebben we Pogba, wat echt een geweldig speler is in PES. We hebben Roberto Carlos op linksback, wat natuurlijk ook geweldig is. Varane en company. Geweldig verdedigend duo. Philip Lahm en natuurlijk Oliver Kahn. Nou zie ik dat we hier best wel veel leuke spelers hebben, behalve één. Oké, dat is squad B. En als squad A en squad B, als je denkt, ik wil toch even een beetje experimenteel doen, weet je wel. Dan kan je net wat mindere spelers gaan spelen.
En ja, het is nog steeds een geweldig ploegje zoals je hier ziet. We hebben hier Hulk, Suarez en Sanchez. Allemaal bij elkaar hier ook. Ook een geweldig team. Met Sterling en Rodriguez daar. Kroos voor de passes achteraan. Alba en Dani Alves. Dan Pepe en Piqué en Buffon. Dan hebben we natuurlijk ook nog een geweldig bank. Met ook Babangida, 99 pace. Een legend. Heeft bij Vitesse zelf gespeeld. En Ajax. En Filippo Inzaghi, wat een superspits is. En dan natuurlijk hebben we hier Daley Blind. We hebben Xabi Alonso voor de passing. Squad Day. En Squad Day wordt dan wel een beetje een al iets meer een budget squad. Ook al lijkt het er niet op met deze spelers. We hebben Lewandowski, Müller en Benzema. Aan beide kanten hebben we schaduwspits hier. Dus dat is wel een leuke killer spitsen duo. Alleen niet snel. Dan hebben we Rakitic en Iniesta daar. Voor de perfecte passing en dribbling. Vidal voor het stofzuigen. Marcelo Carvajal. Dan hebben we Benatia, Chiellini. En Petr Cech daar ook al. Ook nog een geweldige bank. Morata, Mandzukic, Hamsi, Götze. Maar je ziet het. Nou ja, het wordt steeds iets minder qua stat. Wij gaan een potje doen met Squad A. Om een potje te doen met Squad A. We gaan de online Challenge Cup doen. En wat moeten we daar doen? Het is de UEFA Champions League Challenge Cup. En dat is one single match winnen. Dus we moeten maar één wedstrijd winnen. Kijken of ons dat gaat lukken. Alright, Facebook Mega Game. Wat een geweldige promotie. We zien zijn team. Hij speelt een 3-5-2 formatie. 3-1-4-2 eigenlijk. Met Pep Guardiola. Neymar en Ronaldo voorin. Roberto Carlos, Florenzi, Verratti, Kroos, Busquets, Bonucci, Piqué, Otamendi en Perrin. En wij moeten proberen om hem te gaan verslaan. Hij gebruikt waarschijnlijk een custom kit die wij niet zien, aangezien wij daar gewoon niks op hebben. En wij gebruiken de Spooky 611 FC kit. Gewoon hetzelfde team gekozen in deze My Club Game Mode. I'm ready. Bring it on. I'm ready for you, mate. Met mijn master My Club team die ik heb geopend elke keer. Het gaat helemaal goed komen. Nee, dat gaat niet goed komen. Oh, het was Yaya Touré die er nog tussen zat. Oh shit, deze kill is goed. Maar het lijkt ook als het tyfus. Yaya Touré naar Ronaldo. En Ronaldo kan hem net niet hebben. Hij wordt teruggepaast naar Perrin. Ik wil dit gratis pakketje. Holy shit. Ronaldo with the shot. Messi, Messi, Messi. Ibra. Ronaldo. Naar Messi. Messi, 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 Messi. Hey joh. Wat deed hij dan? Go, 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 go. Ibra. Zo, die Benucci is snel. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic. En dan wordt hij zo weggehaald, hè. Jongen, jongen, jongen. Neymar! Goal! Nee! Nee! Hoe dan? Oh my god, Neymar. Dat verdient hij niet, hoor. Dat verdient hij niet. Robben. Arjen Robben. Naar Ronaldo. Please, hou binnen, hou binnen, hou binnen. Voorzet je gewoon. Boom. Goal. Geen goal. Hé, hey, ja hoor. Ja hoor. Oh, als die zat, hè. Als die zat. Oh, Panna. Panna knockout. 0-0. Oh, man. Als die laatste zat. Oh my god, die moest naar Robben. En check wat er gebeurt. Danilo naar Messi. Ah, ze zitten overal voor. Auw, dat doet pijn. Oh my god, de bal gaat naar Ibrahimovic. Maar de keeper is daar op tijd, of niet? De keeper was daar bijna niet op tijd. Daar gaan we dan. Hoogballetje. Naar Ibra! Ibo! Nou joh! Nou joh! Nou joh! What the fuck? Ja, daar kom ik niet meer bij. Woe! Dat doet hij lekker! Hey joh! What the fuck is happening? Jezus man! Naar Danilo. En die heeft de coole crossing stijl. Maar behalve nu. Hoppakee. Ibrahimovic. Epic kopper. 2-1. Ibrahimovic. Zo. Die Barzagli jongens. Hoppakee. Geef hem geel. Nee, ik krijg geen geel. In dit spel krijg ik geen geel. Ik krijg geel. Oh, damn it. Ah, man. Ik wou hem helemaal naar Ronaldo doen. But it fails miserably. En dit is al helemaal falend. Oh god. Oh god, wat moet ik doen? Ah, oh, hij maakt het 2-2 en hoe? Hij speelt me gewoon helemaal uit.
Oh man, wat een gatenkaas jongens. Wat een gatenkaas. Kom ik aan met mijn 12 schoten. Ja, vind je het gek? Die 12 schoten niet. Vind je het gek als je 4 keer mist in 1 keer? Oh my god. Hoppakee, Arjen de Robben maakt hem af. Yes, mate. Maar ja, hij kan net zo goed weer terugscoren. Hij heeft Gervinho er maar in gedaan, oké. Oh, ho, ho, Arjen Robben met het schot gaat net naast. Wat een mooie schot. Wou hem gewoon wegdoen, maar het is 3-2 en we gaan naar de tweede helft van de extra tijd. Ja, ik had niet gedacht dat het zo ver zou kunnen komen. Nou, wat zal die allemaal hebben veranderd? We zullen het meemaken in deze tweede helft. Boeiaaa! Arjen Robben, Lionel Messi, naar Arjen Robben, naar Ibrahim! Zo man, die verdedigers van hem zijn level 50 volgens mij ofzo, want ik heb Barzaak die nog nooit zo hard zien rennen. En daar is Cristiano, 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 Ibra, Ibra, Jomafic, Jomafic, ik weet niet wie dat is. Hij stond buiten spel. Ach ja, dat kan ook. Die passing lines kan ik zo vinden. En dat is afgelopen. Het is 3-2, wij winnen een gratis pakketje. Come on, Spooky 16 FC, come on! 17 schoten, 8 on target en hij had de 5. Arjen Robben krijgt de 7. Ronaldo krijgt ook een 7. Ja, Robben maakte de winnen, hè? We gaan kijken. We hebben 1 gratis, zoals je hier ziet. What is it going to be? Het kan ook een gouden speler zijn. Maar het kunnen ook nog... Het kan ook een Griezmann zijn, want Griezmann heb ik ooit weggehaald... zodat ik Ronaldo en Messi kon krijgen en zo. Maar het is een gouden bal. Het zal toch weer niet. Een gouden bal. Het is Arbeloa van Real Madrid. Nou Arbeloa, welcome to the squad voor nu even. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze speciale MyClub aflevering. Hoop dat je hiervan hebt genoten. Wil je nou meer wedstrijden zien? Laat dat dan even weten. Hè? Laat het allemaal even weten. Zet het in de reacties. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe PES. Tot de volgende keer, guys. Doei, doei. Wat een geweldige speler. Nou, hoeveel epische spelers kunnen we achter elkaar hebben? Weer een animatie. Wie is dit dan? Nee. 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 Oh yes. Nadat we vorige keer alle legends hebben, hebben we nu eindelijk de beste